oh nee, aan België cadeau te doen. Maar u bent ook af van Camille Eurlings. En ook als Camille ze voortplant, bent u af van alle jongere Camieltjes. Stel je voor dat het er 8 worden. Hè? Dan ben je toch blij dat je, stel je voor dat ze alle 8 over 25 jaar zo... Maxime, ik sta naast je. Hè? En nu ik toch die naam toevalligerwijs genoemd heb, die zouden we ook kwijt zijn. Maxime Verhagen. Hè? Ja, daar zullen de Belgen blij mee zijn. En ja, dan komt natuurlijk de klap op de vuurpijl. Geert Wilders wordt een Belg. En ik heb altijd gevonden dat hij iets Belgisch heeft. Ik weet niet waarom dat in zit, maar ik zou het ook niet nader kunnen definiëren. Maar met de Nederlandse identiteit, nee, het is geen... Hè? Sowieso mensen die hun haar verven, ja, ik wil niemand er hier kwetsen. Hè? Maar dat vind ik ook een achterlijke gewoonte, als ik even dat mag zeggen. Ja, dat moet u gewoon niet doen. Hè? En dan zie ik, ja, je hebt allerlei mensen van mijn generatie, die hebben geraniumrood haar. Hè? Stel u voor dat ik er net op was gekomen en ik had deze kleur haar gehad. Hoe had u dat gevonden? Ja, had het wel leuk gevonden, zeker. Hè? Ik niet. Hè? Is dat niet vreemd dat je dat doet? Het is mij een voorkeur, maar er zijn er schijnen zelfs mannen te zijn die hun haar verven. Hè? Dat vind ik, ja... Ik wil ook daar weer niet discrimineren, maar... Zou Rutte zijn haar verven? Of Maxime? Ja, wat nog veel erger is eigenlijk... Is dat... Ik weet niet of u zich dat gerealiseerd heeft... Maar dat en Mark Rutte en Maxime Verhagen... Niet waar, de hoofdtimmeraars van dat lullige regeerakkoordje... Waar we nu mee zitten... Hè, wat aan elkaar hangt van prutspolitiek en rancunebeleid... Ik vat het heel kort samen, maar... U kunt eventueel altijd later nog een nadere verklaring van mij daarvoor krijgen. Ik kan het u vrij goed uitleggen, eerlijk gezegd. Wist u dat beide heren in Leiden contemporaine geschiedenis hebben gestudeerd? Wie wist dat? Oh, dat valt me toch mee. Wat zouden ze daar in Leiden voor programma hebben gedraaid? Hè? Zouden ze daar wel de kernpunten van de geschiedenis van de vorige eeuw hebben doorgenomen? Of zouden ze gewoon zo'n beetje voor Thorbecke gestopt zijn? He? Ik weet het niet. Maar ik was wel blij dat ze in Leiden hadden gestudeerd... waardoor ik mij niet mede verantwoordelijk hoefde te voelen. He? Je zult ze toch in de opleiding hebben gehad. He? Ik heb nog wel eens gedacht, zal ik collega Bankers bellen van... Zeg, wat hebben jullie daar en wat hebben jullie aangericht? He? Jullie hadden met een minimale inspanning de twee heren kunnen laten zakken en Zitten we met die twee koekenbakkers. Hè? Waarom nog zeventjes klanten ook, begreep ik. Het is altijd het gevaarlijkste soort eigenlijk. Ja, ik dwaal enorm af. Kijk, en nu ik u dus nodig heb... hè, laat u niks van u horen. Daar heb je wat aan, zeg. Hè? Dat is een padvinder die meteen de leiding geeft met het kompas in de hand. En dan tegen de tijd dat het gaat misten, blijkt hij zijn kompas verloren te hebben. Ja, want ik was bezig met het goede nieuws, weet u nog wel. Hè? En met die veroveringstocht van het Europese leger. En we waren pas bij Monaco. Want wat is het volgende station? Liechtenstein. Liechtenstein. Daar zit ook dat er wordt door volstrekt corrupt tuig geregeerd uit dat Vaduz. Hè? De naam alleen al is voldoende om te weten hoe het daartoe gaat, Vaduz. Hè? Wist u dat alle telefoonmaatschappijen, alle Duitse en Oostenrijkse telefoonmaatschappijen zijn in Liechtenstein gevestigd? Komt dat omdat ze dol zijn op Vaduz? Nee, dat komt dan hoeven zij zich niet te houden aan de Europese regelgeving. Daarom is dat. Waarom staan wij dat toe? Waarom laten wij zo'n raar eilandje niet waar van corrupte kleine oplichters, protofascisten en kleine criminelen, waarom laten we dat bestaan? Hè?
als dat ons zo'n enorme schade berokkent. Want dat betekent dat je met die mobiele telefoons, waar je sowieso al mee opgelicht wordt, nog veel erger opgelicht wordt dan toch al gebeurt. He, want u weet, daar hebben ze de hele tariefstructuur zo ondoorzichtig gemaakt, dat pas na jarenlange studie begrijp je hoe het zit, en dan is het te laat om te reclameren dat je 5 keer te veel betaald hebt. He, daar wordt goud geld aan verdiend. Dus Liechtenstein. En dan, als we Liechtenstein succesvol hebben voltooid, de verovering, he, ja, we nemen natuurlijk geen Amerikaanse troepen, het blijft een Europees leger, de NATO moet er niks van doen hebben, dan komt Luxemburg. En omdat de bevolking daar eigenlijk grotendeels comateus is, als gevolg van overdreven alcoholgebruik, want dat wist u niet, wist u dat de Luxemburgers de zwaarste drinkers van Europa zijn? Wist u dat de modale Luxemburger per jaar 18 liter pure alcohol naar binnen werkt? Als u er even vanuit gaat dat ook Luxemburgers voor hun 12e niet echt zwaar drinken. Hè? En dat ze waarschijnlijk ook in het verpleeghuis ook niet meer drinken. Kunt u zich voorstellen wat de modale Luxemburger naar binnen werkt. Hè, dus onze troepen, hè, die zijn in no time, zijn die in de hoofdplaats en dan is het gepiept. En dan, dat heeft u zich nog niet gerealiseerd, komt u de grootste en de gevaarlijkste klus. Dat is Zwitserland. Dan moet Zwitserland veroverd worden. En u weet, die Zwitsers hebben een echt leger en die mogen hun geweer mee naar huis nemen. En die hebben daarmee geoefend op hun familieleden. Dus ja. Daar lacht u om, merkwaardigerwijze. Maar wist u dat in de 2 landen van deze wereld waar de soldaten hun vuurwapen mee naar huis mogen nemen, een opmerkelijk hoge statistische hoeveelheid van vuurwapendoden zijn? Wat is het andere land, zie u, het wordt steeds meer een invuloefening, wat is naast Zwitserland het andere land waar mensen hun vuurwapen mee naar huis mogen nemen? Israël, heel goed, ja. Zijn echte deskundigen in de zaal. Ja, ik moet nu even denken, ik kan het niet helpen. Dit is niet afdwalend, maar heel klein, ik ben heel klein. Ik wijs u eigenlijk op een beetje een afwijkend stoeptegeltje. Maar vroeger had je een kazerne aan de Prins Hendriklaan. En daar stonden altijd 2 soldaten op wacht. Altijd, 24 uur per dag. En die hadden allebei een Uzi in de hand die ze zo voor zich uithielden. Maar op de loop van de Uzi hadden ze een klein rood dopje zitten. Ja, dat gaf aan dat je er niet mee schieten kon. Misschien is het dopje eraf halen en zo. Ja, toen op een goede dag reed daar midden in de nacht een auto voor met Utrechtse criminelen. En die hebben die Uzi's ingenomen en meegenomen. Dat leek mij zo karakteristiek voor het Nederlandse leger. Hè? Ja, het is misschien iets dat we zo ook van die JSF-toestellen kunnen afkomen. Hè? Doen we een grote rode dop ervoor in. En dan worden ze misschien wel meegenomen door deze of gene. Wie zal het zeggen? Ja, we hebben dus, want daar ging het allemaal om, een inkomen per hoofd wat het 1 na hoogste van Europa is. Traditioneel was Ierland nummer 2, of traditioneel de afgelopen 20 jaar. En wij nummer 3, wij zijn nummer 3 geworden zo ruim 10 jaar geleden. En nu zijn wij nummer 2 geworden. En wat ik u al zei, ik zei dat regelmatig bij allerlei spreekbeurten, dat het zo was. Je zag de mensen ook betrekkelijk ongelovig kijken. Maar nu stond het, dat was het goede nieuws dan, nu stond het vorige week daadwerkelijk in de kwaliteitskrant dat het zo was. Een stukje van Maarten Schinkel. U weet wat de kwaliteitskrant, je hebt in Nederland meerdere kranten. Aan de meeste kranten heb je helemaal niets als het gaat om de nieuwsvoorziening. Neem de Telegraaf bijvoorbeeld, ik kan het niet laten. Ja, ik weet niet wie leest het. Nou, laat ik dat maar niet vragen. Ja, dat is vaak zo deprimerend, daar wil je niks van weten. Maar de Telegraaf is excelleert in zulke berichten als reiger valt groep nonnen aan 9 doden. Hè? Ik meen dat een ander bericht luidde van boos stekelbaar.